Zijn Illaoi heeft nu net uitgepusht, moet dan ook gaan roamen. Ondertussen, zoals ik zei, Ekko moet dan ook uitkijken. Wordt daar zo ingezet, maar hij gebruikt zijn tree, hij passive. En Z-Drive over Residence, maar Lulu flash weg, Cataclysm komt erin. Dit is hem. Is dit Absolute Zero komt er doorheen, gaat er nog zo langs. Te staan aan de andere kant, maar de ult van Zillion staat erop, dus hij gaat niet meer dood. Ondertussen zit Ekko nog steeds door te gaan. Illaoi is ult. Ze komt er steeds doorheen. Dit is een hele mooie engage vandaag. Ze haalt ze hier 1 kill uit, haalt ze misschien nog 2 kills uit als ze mist. En helaas sneuvelt ze hierdoor. Tristana is nog als enigste over. Tristana springt nog steeds aan, maar het is een ace! Clean ace voor TSC Link. 4-12. Ze gaan gelijk naar die towers. En nu hebben ze een dubbele smite voor het geval dat als Jarvan doodgaat dat het nog steeds zo is. Kijk, er wordt hier een engage gedaan. Nunu sneuvelt hierdoor. En Nunu is er jammer genoeg niet meer. Te vergeefs. Frost Joker is legendary op dit moment. En Ekko die doorheen komt. 1-3. Ze gaan weer door met de Baron. 4-16 voor TSC Link. Wat willen ze hier tegen doen? Wordt eens gecalled hero. Jarvan gaat erop in. Ze kennen de Sunny gaat erop en Lulu wordt hier in één keer gepakt. Lulu gaat ook steeds meer damage vangen. Veen is erbij en Veen zal sowieso damage met de ultimate. En Illaoi. Illaoi ging daar dwars doorheen. Ze heeft een mooie poging, zeer mooie poging. Ze deed veel damage, maar helaas niet genoeg. Te vergeefs. In 29 minuten, TSC Link heeft gewonnen en is de winnaar over Team Forfeit. GG. Dus zoals ik al zei, Team Forfeit. Dit is een potential invade. Er staat geen wars, ze hebben geen vision, niks op hun. Invader, hun komen gewoon binnen en ze hoeken Jhin. Tristana met... wordt er gegooid, wordt er vervolgd en... Nee, dit is first blood! Dit is een first blood al, op 1 minuut 35. En dit is game. Dit is een win voor Toxic Falcon. Oh, er is een klein beetje contact rond de dragon. En iedereen zit nu aan flash van Bram. Ze is moment om gestunt worden, is een flash. Ze wordt gestunt. Corki komt eraan. En dat is first blood voor Corki. Teleport incoming van Kha'Zix en Akali. Corki, imgetipied, is aanwezig. De Lucian staat hier op low AP, gaat hij dood, hij gaat dood. Shockwave mist van Orianna. Shutdown van Kha'Zix komt er nog steeds op neer en hij gaat nog steeds door. Is het een triple kill Kha'Zix? Weer een shutdown van Kha'Zix. Die Kha'Zix is helemaal teruggekomen. Akali probeert hij nog de kill op Zek te pakken. Hij is ook gelukt, maar is daardoor zelf door dood gegaan. En een quadra kill voor Kha'Zix. Binnen een half uur, op 29 minuten is gedaan. En dat is juist hoe het is geëindigd voor Team Toxic Falcons 2-0. GG.